Twentse nijverheid herleeft in duurzaam Jufferbeek Zuid. Oldenzaal, een levendige stad met ruim 32.000 inwoners, is gelegen in het oosten van Twente, tussen Enschede, Hengelo en de grens met Duitsland. De stad heeft uitstekende stedelijke voorzieningen, een bloeiende economie en tal van recreatiemogelijkheden. Voor een relatief kleine gemeente kent Oldenzaal toch bijna 19.000 arbeidsplaatsen. Dat heeft niet alleen te maken met de bedrijventerreinen die de gemeente aan bedrijven en ondernemers aanbiedt, maar ook met het woon-werkklimaat dat Oldenzaal kent. Het is voor zowel werknemers als werkgevers aantrekkelijk om in Oldenzaal te werken. Er zijn veel korte lijnen tussen de ondernemers. Het hele jaar door zijn er evenementen waar ondernemers zich laten zien en met elkaar aan de praat komen. Haar gunstige ligging aan de A1 en goede bereikbaarheid maken Oldenzaal een geliefde vestigingsplaats voor bedrijven uit binnen- en buitenland. Ten zuidwesten van de kern Oldenzaal ligt het nieuwe bedrijventerrein Jufferbeek Zuid. Het terrein ligt zeer strategisch langs de A1 en de N342 en vormt straks de entree van Oldenzaal. De ondernemers die hier terecht gaan komen op Jufferbeek Zuid, daarvan denken wij dat zij een bijzondere, unieke plek te pakken hebben hier in Noordoost-Twente en ik denk zelfs in Twente. En dat kunnen we ook zien op de plek waar we hier staan. Op de achtergrond zien wij de A1, een belangrijke verbinding vanuit Nederland en na Nederland, maar ook richting Duitsland. En de weg die hier aan die kant langs ons loopt is de verbindingsweg tussen zeg maar Noordoost-Twente en die A1 en die ook richting Hengelo gaat. Het plan Jufferbeek Zuid vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen het Groene Hulsbeek en de Lonnekerberg. Het bedrijventerrein is ongeveer 42 hectare groot, waarvan 21 hectare wordt uitgegeven. De bebouwing op Jufferbeek Zuid kenmerkt zich door een hoogwaardige kwaliteit en een vooruitstrevende architectuur. Om de bebouwing een typisch Twents dan wel Oldenzaals karakter te geven, is inspiratie gevonden bij de thematiek van de Twentse textielnijverheid. Dit betekent dat beeldelementen van begin 1900 op het bedrijventerrein worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zaagtanddaken, rijke detaillering en het gebruik van rood-bruine baksteen. Het derde uitgangspunt in de Jufferbeek Zuid is duurzaamheid. Naast de aanleg van nieuw groen en de aansluiting op het bestaande groen en water in de directe omgeving worden ondernemers gestimuleerd om energiebesparende en milieubewuste maatregelen toe te passen, zoals groene daken en daktuinen,
groene gevels, muren en hekwerken, solitaire bomen, kunstmatige verblijfplaatsen voor fauna, waterelementen, hagen en heggen. De gemeente Oldenzaal biedt een energie- en klimaatadviseur aan om bedrijven te begeleiden in het energiebewust ontwerpen. Jufferbeek is niet alleen qua locatie heel aantrekkelijk, maar er wordt ook een bijzondere invulling aan dit bedrijventerrein gegeven. Er zijn 3 pijlers waar dit op wordt gebaseerd. Dat is de ecologie, de duurzaamheid en een beeldkwaliteit als het gaat om de gebouwen zelf. Kortom, ik durf de stelling wel aan dat we hier te maken hebben met een parel als het gaat om bedrijventerrein. En op deze parel is Oldenzaal niet alleen trots, maar daarvan gaan wij ook de komende jaren echt invulling geven aan diegenen die zich hier op dit bedrijventerrein willen gaan vestigen. En de gemeente Oldenzaal doet daar volop aan mee.